Buggenhout is een groene gemeente met meer dan 14.000 inwoners. Een aantal dat elk jaar groeit. Het ligt in de uithoek van de provincie Oost-Vlaanderen en grenst aan de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. De gemeente is het geografisch middelpunt van Vlaanderen en heeft het grootste loofbos van Oost-Vlaanderen. Als bosgemeente is de natuur belangrijk en daarom is Buggenhout Bos de ideale plaats voor wandelaars, joggers en fietsers. Buggenhout bestaat uit vier entiteiten. Het centrum, Opdorp, Opstal en De Briel. De Briel is gelegen aan de Schelde, een prachtige fietsroute. In het centrum slaat het ACC als het administratieve hart van de gemeente. In de raadzaal worden maandelijks tentoonstellingen georganiseerd, waaronder de jaarlijkse prijs van Buggenhout, kunstprijs Pieter van Este. In het prachtig gerestaureerde gemeentehuis van Opdorp kan enkel nog getrouwd worden in de raadzaal. In het gemeenschapscentrum De Pit kan iedereen terecht voor cultuur, sport, jeugd en kinderopvang. Alle verenigingen vinden er hun stek. Door in het jaar worden in het cultureel centrum heel wat concerten en toneelstukken opgevoerd en infovergaderingen belegd. Ook de Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans is populair en telt ruim 600 leerlingen. Iedereen vindt er een geschikte opleiding. Vorig jaar werd het jeugdhuis Tjok vernieuwd en er zijn plannen voor een nieuwe en grotere fuifzaal. Tijdens alle vakanties worden er sportkampen voor jongeren georganiseerd aan en in de pit. Op sportief vlak telt Buggenhout vele lokale sportclubs. De Ronde van België heeft zijn jaarlijkse passage doorheen Buggenhout. Dit wielerfestijn gaat telkens gepaard met een groot volksfeest met optredens van bekende artiesten. Tradities worden in ere gehouden met de jaarmarkten in Opdorp en Opstal en het carnaval in Opstal. Het zijn grote publiektrekkers in de deelgemeente. Tijdens de zomermaanden wordt het kerkplein opgefleurd met optredens op zomerse donderdagen. Maar die zijn een opwarmertje voor het grote volksfeest, namelijk bruisend Buggenhout. Tijdens de kermis in september zijn er dan tal van activiteiten op en rond het kerkplein. Ook op den Dries in Opdorp is het altijd aangenaam vertoeven. Jaarlijks worden de narcissen geflankeerd door beelden. Dit jaar werd de tentoonstelling geopend door de minister van Cultuur, Joke Schouwvliegen. Na de kikkers van vorig jaar sieren nu de beelden van 50 kunstenaars uit binnen- en buitenland het plein. Ook op culinair vlak is Buggenhout een topper. Op den Dries in Opdorp komen verschillende smaaksensaties samen met de poort van Cyril, Adaïs en den Dries. En wie ook graag een fris pintje lust, staat niet in de kou. Buggenhout telt met brouwerij Bosteels en brouwerij De Landseer, maar liefst twee producenten van het gerstenat. Ideale afsluiter van de jaarwisseling is de kerstmarkt in Opdorp.